Ik denk dat ik aan oud-cultuurontwerp in de afgelopen 30 jaar echt uitgevoerd naar klanten, wat ik op de shows heb neergezet, dan ga je zomaar naar 11, 12, 13.000 stuks toe. Hij inspireert je. Hij weet welke punten een vrouw mooier maakt. In 3 minuten maakt hij met een paar pennenstreken maakt hij gewoon je droomjurken. Als een soort plastisch chirurg bouwt hij een outfit om jou heen. Hij probeert altijd vrouwen mooier te maken. Die sterke punten, die haalt hij naar boven. Er zijn een paar van die signature mart japons, zeg maar. Er zit altijd een bepaalde vrouwelijke lijn in. Het straalt kracht uit. Ik ben een enorme liefhebber van hele mooie handgemaakte pailletten. Ik hou van de dramatiek van die hele grote sleep die je daar op de achtergrond ziet. De zwart-witte. Met lijnen, met stoffen zorgt hij dat iedere vrouw echt een elegante verschijning wordt. Het is bijvoorbeeld een top uit 1996. Dat relief, die lage structuur, dat zou gewoon nu nog in mijn nieuwe collectie passen. Ongelooflijk vind ik dat Mart na 30 jaar nog steeds zo'n prachtige handtekening heeft. Ik weet zeker dat als je iets hebt van Mart van 20 jaar geleden, dat je er nu ook gewoon nog kan dragen. Dit jasje is minimaal 20 jaar oud. Gelukkig pas ik het nog steeds. En het is nog steeds beeldig. Ik denk dat uiteindelijk tijdloosheid het mooiste compliment is wat je kunt hebben als ontwerper. Ik moet zeggen dat zo'n opstelling als dit geeft me altijd wel dat gevoel dat het bijna een soort finale van je show is of zo. Deze heb ik gemaakt voor Simone Kleinsma. Zwarte kaftan. Dat ding dat zat me zo lekker. Kijk, deze droeg Eva Jinek. Hij heeft een trouwjurk gemaakt. Dat was bijvoorbeeld Caries van Houten voor de première van Er komt een vrouw bij de dokter. Kijk, je ziet wel, ik ben Chen, hè? Ik denk dat de kracht van een ontwerper is. Ik bestaat 30 jaar. Maar op een gegeven moment moet je door en moet je kunnen veranderen. Moet je een heel groot stuk kunnen loslaten. En dat is wel, denk ik wel, wat ik heb gedaan. Ik heb dit losgelaten. Ik vind het wel iets raars, dit hoor, weet je. Ik ben hier de laatste keer, denk ik, 5, 6 jaar geleden een keer doorheen gereden. Dat is mijn oude stek. Mijn ouders bouwden het in 1975. Ik, middelste van 3 zonen, dus André, Mart, Ernst. Martin was het toen zelfs nog. Ik ben de broer van Mart. Nou ja, ik ben de vader van Mart. Ja, op zich zijn wij een heel doorsnee gezin zijn we niet. Dat is eigenlijk niet. Nee, maar op zich hebben wij een hele goede opvoeding gehad. De opvoeding die is gedaan door meer door de moeder dan door mij. De band met mijn vader was altijd al anders dan met mijn moeder. Ik denk dat mijn moeder wel echt de totale veilige haven was. Je kwam thuis en ze zat met een kop thee en een plak ontbijtkoek. En hoe was je middag op school? Als ik dan thuis kwam en er was iets verkeerd gegaan, dan was ik degene die het weer recht moest zetten. En dat deed ik dan op een strakke manier. Mijn vader vind ik heel zwart-wit. Strak, maar wel rechtvaardig. Mijn vader zag ook altijd 3 beren op de weg. Kinderen opvoeden, ja, dat heb ik nooit geleerd. En mijn vrouw die heeft ook de Spok gelezen, dus die wist daar het een en ander meer van, maar ik dus niet. Waarschijnlijk wordt hij heel boos als hij dit hoort. Maar ja, Mart is lastig. Mart was altijd aan het donderjagen. En die stuurde altijd alles in de war. Want als hij het in zijn hoofd heeft zitten, dan moet het gecreëerd worden. Mart was gewoon zeer eigenzinnig. Al jong kind, ook in die klasse al. Ik ga ook even kijken of mijn
school. Kijk of ze nog bestaat. Oh, wat erg. Ja, de school is weer. My god. Dit was dus dit braakliggend terrein. Was mijn lagere school. Jeetje. Ik heb het wel als een positieve jeugd ervaren. Maar er hangt altijd bij mij nog wel een soort zweem overheen van een flink gepest hier. Ik was anders. Paste niet in een stramien van zo'n klein stom dorp. Een paar keer goed in elkaar gemapt. Dat soort dingen. En het benauwt me. Dat is exact wat dit is. Ja, nou ja, ik vond het toen helemaal geen probleem. Nu heeft het een hele grote lading, dat pesten. Het heeft mij wel gewoon gevormd. Dit is ook gewoon wie ik ben geworden. En uiteindelijk, ik heb heel wat van die jongens gegoogeld die mij altijd gepest hebben. En van allemaal is echt helemaal niets terechtgekomen. Ik denk, goed zo. Heerlijk. Heeft zich allemaal opgelost. Nou, heb ik toch nog iets van mijn jeugd. Ik denk dat ik daar al een soort fundament heb gelegd van doe wat je wil doen. Ik heb alleen altijd maar gecreëerd. Voor zover als ik weet, heb ik getekend, gekleurd, geplakt, geknipt, genaaid. Uitsluitend dat. Wij creëren al helemaal modeshows met zijn Barbie-poppen. Dat was niet alleen het kledingstukje, maar ook de catwalk maakte die al helemaal. Ik spaarde als kind lege melkpakken en dan had ik er 200. En daar bouwde ik dan een toren van. We waren altijd samen dingen aan het creëren, althans. Mart bedacht zijn, die had hulp nodig. Ik wist altijd wel wat ik wilde gaan creëren, maar soms wist ik gewoon technisch niet hoe. Dan vond hij mij meestal. Ik verzamelde toen al zoveel materialen, maakte al die kleding zelf voor die Barbie-poppen. Dat niet ik in elkaar, dat ik naaide dat. En ja, dat had ik natuurlijk niet van een vreemde. Marie die maakte haar eigen kleding. En daar zat hij dan altijd bij, dat vond hij interessant. Dat is toch het eerste vrouwbeeld wat je continu om je heen ziet. En dan hielp je ook wel mee. Nou, mijn moeder was een goed geklede vrouw. Dus ik denk dat haar smaak en haar gevoel voor stof en voor stijl. Ik denk dat daar inderdaad wel de fundering ligt. Wat ik als klein jochie zag en meemaakte. Die ik later als ontwerper ben geworden. Hij heeft bepaalde dingen tegelijk die hem tot een succesvol couturier maken. Hij beheerst zijn vak. Mijn moeder is overleden. Ze had pancreaskanker. Inmiddels heb ik een aardige collectie Mart Vissers, zul je begrijpen. De moeder, ja, die begreep hem. Ze was ook heel erg trots op hem en dat uitte ze ook wel in woorden. Ik mis mijn moeder op van die hele rare momenten. Dat je opeens denkt, oh, dan moet ik nu eigenlijk even bellen. En echt serieus, hoor. Na 13 jaar, dat ik gewoon in een hele realistisch moment zit. En dat ik denk, oh, moet ik nu eigenlijk even mijn moeder bellen. Hey, moet ik hem gelijk meenemen? Neem hem gelijk mee, dan heb je hem thuis. Ja, nou prima. En dat is wat uiteindelijk ook aangeeft hoe ongelooflijk sterk die band tussen haar en mij was. Ja, dankjewel. Ja. Dag. Dag. Toen ik 12, 13 jaar was, werkte ik hier, dit kleine winkeltje. Dat had tweedehands kleding. En dat heette Froefroe. En ik deed hier dan op vrijdagmiddag na school, was altijd om 1 uur klaar, deed ik en de etalages. En dit is ook de locatie waar ik ooit Gerrit heb ontmoet. Oh god, dat ging zo. Opnieuw. Ik ben Gerrit Oldenburg, ik ben choreograaf. En ik ben al jaren bevriend met Mart. Gerrit rende hier dus in een zwart-witte noppenjurk in een soort pas de deux door de winkel heen, want hij moest afstuderen op de dansacademie. En ik had een rok nodig, dus ik na een tweedehandszaakje in Gorinchem. En Gerrit deed dat gewoon in de omgeving waar wij woonden, in Gorinchem, Sneeuwijk, al die kleine dorpjes. En hij durfde, had gewoon lef. Dan staat er een jochie met hele mooie krullen. En ik dacht, oh jee, wat een jong manneke. Nou, ik ging die rok passen. Ineens vloog het gordijn open. En Gerrit herkende direct mijn grote geheim. Toen zei dat man met zo helemaal, bent u homoseksueel? Echt van, en toen zei ik, ja, hoezo? Doet gordijn dicht. Ik kende geen homo's en ik had zelf het gevoel van, oh, ik ben gay. Ik val op mannen.
Daarna heb ik met hem gesproken en toen zei hij, ja, maar ik ben ook homoseksueel, maar mijn mama en papa weten het nog niet. Dus toen ik Gerrit voor het eerst zag, die daar zo vrij en open over was en ook er echt gay uitzag en in zijn gedrag en alles, maar heel autonoom, heel erg wie die was, dacht ik, ja, zo ben ik eigenlijk ook. In 1988 verruilde ik het kleine dorpje Sleewijk op mijn 21ste voor dit. Modeacademie Charles Montaigne in Amsterdam op het Rapenburg. Ik ben Ima van den Born. Ik ben Mart docent geweest, realisatie, moulage. Mijn naam is Ingrid van Essen en ik ben een goede vriendin van Mart al sinds de Modeacademie. Toen Mart binnenkwam, kwam Mart ook binnen. Ik weet nog goed, hij had altijd zo'n grote witte puntkragen en grote jassen. Hij kwam echt binnen. Toen ik hier kwam, was ik wel een soort jongetje uit de polder, uit een klein dorp. En opeens in die grote stad hier. Ja, ik vond het eerst een beetje een soort van vreemd. Dacht ik, hé, die stad. Maar wel interessant. En ik ga ontwerpen worden en daar vind ik alle soulmates vind ik op zo'n academie. En nou, dat viel in het begin eigenlijk best wel tegen. En ik geloof dat anderen ook wel zo dachten van, god, wie is die jongen? Er hangt iets omheen. Mijn collectie is gebaseerd op een vrouw, een vrouw als individu. En ik ben uitgegaan als een type, een karaktertype zoals Sophia Loren. Dus een soort optische erotiek. Hij wist waar hij naartoe wilde. Ieder jasje is al 60.000 keer ontworpen en iedere mouwlengte is al 40.000 keer veranderd. Maar ik denk dat je gewoon het geheel, zoals je het stylt, dus met een bepaalde handschoen, een sieraad. Ik denk dat het geheel juist een beeld vormt wat jouw collectie bijzonder maakt. Je zag al eigenlijk aan Mart dat hij het ver zou brengen. Ik denk niet het kledingstuk op zich. Niet een identieke jas of een jurkje, een broek of wat dan ook. Het is puur het geheel. Vanaf dag 1 wist Mart, ik ga het maken. Ik wil bekend worden, het gaat mij lukken en ik ga daar gewoon voor. Ik word modeontwerper, ik word couturier. En dan keek ik naar hem, ja, maar ik denk, ja, dat is ook gewoon zo. Weet je wel, dat is ook gewoon zo. En Mart wist niet eens of hij het kon, maar hij wist wel wat hij wilde. Dat kan ik erover zeggen. Alles viel opeens op zijn plek, dat wat ik had gedaan. Ik werkte als stylist, ik had modellenwerk gedaan, ik had mode en kleding gedaan. En toen kwam ik hier en opeens, qua tekenen, qua mode, qua stoffen, qua dat alles wat ik altijd al had aangetipt, werd opeens die opleiding. Een opleiding heeft eigenlijk altijd nog het principe om te zeggen, je moet eerst de basis leren, je moet technieken leren. Ik zat op een springstoel. Ik wilde starten, ik wilde die shows, ik wilde die modellen, ik wilde die klanten. Ik wilde Amsterdam in. Ik moest nog even 4 jaar verbrengen. Geuzenkade 36 huis, daar is dat waar het voor mij begon in Amsterdam. Ik woonde hier, beneden. En je ziet nog hier, hier stond in het wit 36. Ik heb er wel aan moeten wennen. Ja, dat is eigenlijk de allereerste keer dat je helemaal op jezelf moet gaan koken, gaan leven. Je bent, even los van je vrienden, je bent 's avonds alleen. Hoe lang woon jij hier? 30? Echte mazzel van de geuzenkade. Waren mevrouw Santing en meneer Reuselaars. Zij waren mijn bovenburen en ze hadden gewerkt voor Max Heijmans, voor Dick Holthaus. En die hadden zoveel ambacht in huis. Dus vanaf dag 1 heb ik hier, in het achterkamertje, heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van dit vak geleerd. Toen ik eenmaal op die geuzenkade zat, dacht ik, nu zit ik veilig. Dan ga ik nu vertellen dat ik gay ben. En toen heb ik mijn moeder gebeld. Toen zei ze, ja, maar kom rustig naar huis, ik vertel het je vader wel. Toen heeft Marie mij gebeld en die zei, er komt wat, maar denk, luister eerst eens goed. En denk erover na, al voordat je wat zegt. Ik vond dat eigenlijk tegen mijn vader te vertellen vond ik wel lastig. Dus ik was blij dat mijn moeder dat overnam. Ik heb dat gehoord. En toen zei ik tegen Mart, ja, maar ik zou het niet prettig vinden als je je zo gaat gedragen dat je je stem om gaat buigen. Dat je dus met je lichaam gaat draaien. Het is voor mij prima. Als je maar gezond bent en je doet je werk goed, dan maakt het allemaal niks uit. Of ik opgelucht was? Ja, ik denk het wel, want ik ging daarna gewoon ook echt groot en goed los.
Ik ben 4 jaar lang uitgegaan. Van woensdagavond tot zondagavond. Het uitgaansleven in 88 was compleet overspoeld door alles wat ziet was en die smileys overal. Het was een hele intense tijd. Dus ja, het was het uitgaansleven. Het was ons rock'n'roll, ja. Roxy, It, Matzo, de Dok bestond toen nog in Amsterdam. Ze hebben hele leuke dingen uitgehaald. In drag, op hakken. We gingen gewoon verkleden, want het was heel simpel. We hadden geen geld. En als je er gewoon heel raar gekleed uitzag, alsof je nou als vrouw, man of It, She aankleden, dan kwam je gewoon gratis de It en de Roxy en de Matzo binnen. Hij kon heel erg flirten. Ik denk dat ik een ontzettend lekker wijf was. In die 4 jaar dat ik hier woon in de tijd van de academie, ben ik een volwassen geworden hier, denk ik. En wat voor mij natuurlijk echt ook groot en veranderend was en heel belangrijk waren natuurlijk die internships, die stages. Ik had dat in Amsterdam met Frans Molenaar. Toen dacht ik, wat ik in Amsterdam kan doen, kan ik ook in New York. En ik woonde hier, nummer 88. En zat ik op de eerste etage aan de achterkant. Ik liep natuurlijk mijn stage in New York. Ik was aangenomen bij Donna Karan. Die begon toen net met DKNY. En ik heb er toen zelf nog gewoon gesproken met 2 assistenten. Zo simpel was het gewoon. En dit is mijn hele stageverslag. Alle lijmen zijn losgelaten. Dus ben ik gewoon bij haar in de hal gaan zitten op 7th Avenue op haar showroom. En na 1,5 uur kwam ze opeens uit de lift. Met 2 beeldige assistenten die helemaal voldeden aan dat beeld van Donna Karan op in die tijd. En ik had al mijn werk daar neergezet. En toen zei ze, oh, that's nice, can we keep it? En ik zei, nou, prima, hou maar. Toen belde ze dus later zijn assistente op. En dat ze zei, nee, vind je werk leuk, je mag een maand stage komen lopen. Ik heb geen stage gelopen bij Donna Karan. Ik kon er maar een maand komen. En dat vond ik als jonge ontwerper veel te kort. Ik dacht, nou ja, nu ga ik naar New York, nu ga ik het er helemaal maken. En toen ben ik naar Anne Klein gegaan. En Anne Klein was toen de Chanel van Amerika. En daar kon ik 1,5 jaar komen. Op de designafdeling. Kijk, dit zijn de schetsen zoals ik destijds al die tassen tekende. We kregen op maandagochtend kregen we een opdracht van It's All About Shoes This Week. Alles met schoenen. En dan de hele week schoenen tekenen. Er wordt schoenen getekend. En dan de volgende maandag was het It's All About Bags. Dus dan ging je tassen tekenen, terwijl ik nog nooit tassen had getekend. Dus ik heb in 1,5 jaar tijd keihard. En ik werd totaal niet. Ik was pas de voetveeg. En had je daar de grootste kutloop op die afdeling. Echt zo'n Upper East verwend mormel uit Amerika. Oh, dit is echt zo geestig. Ik ben gewoon de naam vergeten. Ik hield in de tijd dat ik in New York woonde. Dagboekjes bij. En te mooi, met van het golvende haar en zo'n cashmere wraparound. Zaterdag 24 augustus 1991. En toen zei ze, oh Mart, I really got the most great thing for you to do today. Er staat dus een stukje geschreven dat ik echt niet meer wist wat ik hier deed in dat rare New York. Dan hadden ze dus een library waar alle modebladen lagen en noem op. Het was natuurlijk niks online. Dus die library is zo groot als hier. Die was dus die mensen gingen daar doorheen, die trokken ze gewoon al die boeken eruit. Er lag alles op de grond en dat was een puinhoop. En toen zei ze, kun jij dat voor mij in orde maken? En het liefst op alfabetische volgorde. Ik dacht, oh my god, ik ben nu wel aan het idee gewend. Ik schrik alleen soms wanneer ik mijn eigen stem weer hoor. Zo vaak spreek ik nou ook weer niet iemand op dit moment. Maar ik had een mazzel, want hier stond dus een heel groot kleurenkopieerapparaat. En kijk, dit. Oh. Ik heb denk ik zo'n stapel mee naar Nederland genomen met alles wat ik in die boeken vond. Dus al die kleurkopieën die dus hier weer in mijn eindexamen zitten, dat waren allemaal was het kleurkopieerapparaat van Anne Klein. Want ik dacht, dan wil ik voor jou wel die hele bibliotheek opruimen. Maar zonder dat je het weet, staat er wel tegenover dat ik alles kan kopiëren wat ik hier zie. Ik vind het allemaal maar vreemd en schrijf het daarom maar op. Nu zit ik in New York, heb ik er een appartement, waarom voel ik me zo vreemd? Terug in Nederland, dat was wel echt een struggle in het begin, maar het bracht me ook direct verder. Frans nam me veel serieuzer. Ik werd ook echt zijn assistent, terwijl ik nog op de academie zat. Opeens was ik van student, New York, volwassen, groeide ik zo mee in het bedrijf van Frans. En daarmee stelde hij ook zeg maar, echt zijn huis open en leerde ik daar toch ook de vrouwen kennen waar ik eigenlijk nu toe nog steeds mee werk. Ik ben Danielle Bleker. Mijn naam is Ellie Coat. Karen Verstraat. Dame de Chalon.
Dan Mart Visser, 22 jaar lang. En ik ben Mart's mannequin, muze en huismodel al voor 28 jaar. Mijn vak is wel een vak. Hartelijk welkom namens Mart Visser op deze wel hele bijzondere premièreavond. Lady Speaker. Ik was natuurlijk in dat cultuurhuis van Frans Molenaar, wat gewoon dé ontwerper was in Nederland. Als de vis in het water. Onze klik kwam toen we op zondag hadden we 3 shows, ochtend, middag, avond. En ik had veel te hoge hakken aan. Mart kleedde mij en we hadden gewoon een hele leuke klik. Aan het einde van de laatste show deden mijn voeten zo'n pijn. En Mart zei, ga maar lekker liggen op de grond, ik masseer jouw voeten. En toen was het beklonken tussen ons voor het leven. Ik zag dat cultuurhuis en al die mensen daaromheen. En ik snapte dat ook steeds meer, dat ik dacht, maar dit is dus wat ik uiteindelijk wil doen. Hij was wel enthousiast, maar ik wist niet hoe enthousiast. Ik wil dat eigen Mart Visser haute couture. Binnen een week of zo kreeg ik een briefje van hem. Maar dit is dus het briefje. En opeens viel eigenlijk alles samen. Ik wilde dat huis neerzetten. Ik dacht, ik noem het Mart Visser Denis Couture. Dat Mart heeft geschreven voor zijn allereerste show. Ik moet en wil je hebben. Nou, super lief. Ik was rauw afgestudeerd op de modeacademie en ik kon gaan werken aan de eerste collectie. Ik was weer zo lang in Amsterdam, ik had New York achter me gelaten. En ik dacht, nooit meer mannen, ik word wel aseksueel. En toen kwam ik hem tegen. Ik ben Job, ik ben de man van Mart, 30 jaar nu. Het is mijn leven, meer dan. Als op een gegeven moment is dat dan verder dan iedere vorm van man, minnaar, vriend. Ik kwam hem tegen op het nieuwjaarsfeestje op de Keizersgracht in Amsterdam. Kwam die plotseling binnen. Een enorme theatrale opening. Deur gaat open. Zijn vriendin met 2 grote koningspoedels en Mart erachteraan. En ik denk, wow, mooie honden, mooie man. En zo word ik Job. Ik had niks met mode en met fashion. Ik had nog nooit van Frans Molenaar gehoord. Hij had het steeds over Frans Molenaar, waar hij stage liep. Geen idee wie het was. En hij had een soort droom maken van mooie jurken. Nou ja, prima. Maar ik vond het gewoon een leuk vent. Dus we hebben eerst een paar maanden om elkaar heen gedraaid. En toen was het vlammende pan. Nou, precies op dat moment kreeg hij al wat klanten die hij wilde gaan helpen met haute couture. Maar daar had hij geen ruimte voor. Hij had een klein huis op de Geuzekade aan het water. En ik had een wat grotere huis op het KNS in Meiland. Dus hij trok bij mij in, waardoor hij zijn eigen huis kon gebruiken voor het ontvangen van die klanten. En daar had hij in de keuken zat hij te naaien, in de woonkamer kwamen de klanten. Zijn slaapkamer, het atelier. Nou, je stelt je voor dat ieder aankomend en aanstormend talent zo begint. En zo begon Mart dus ook. Mijn eerste show was dit in december 1992. Samen met 3 andere ontwerpers. En dat heette Cultuur en Talent. De eerste couturier is Mart Visser. Ik was het talent. Vanaf dat moment wist ik dat Mart een hele grote jongen ging worden. Toen dacht ik al, nou, deze jongen gaat het gewoon echt helemaal maken. Ik weet nog dat Frank Govers zei, dat was natuurlijk ook de Nestor van de Vaderlandse cultuur. Zet hij zijn hand op mijn billen en zegt hij, nou schat, met zulke billen red je het wel in deze modewereld. Dat zal ik me ook weer vergeten. Dan van niks en ik had opeens zo'n groot succes. Toen kwam de andere kant. Toen Frans de indruk kreeg dat Mart zijn vleugels ging spreiden, toen was het meteen rommelig. Het werd natuurlijk niet echt in dank afgenomen door Frans. Ja, hij is op een gegeven moment voor zichzelf begonnen. Ja. Vond u dat? Nou, leuk natuurlijk, ja. Want kijk, zoveel is er niet over en er moet natuurlijk nieuw talent bij komen. Iedereen kreeg na jaren samenwerking met meneer Molenaar mot met hem. En dat gebeurde ook met hem en mij. En Mart die zei tegen me, Karin,
Betekent dat dat jij de shows van hem niet meer gaat spieken? Ik zei, dat heb je goed begrepen, Mart. Zou je dan mijn eerste show willen spieken? En toen heb ik tegen hem gezegd, als zou ik jou moeten betalen, dat ga ik doen. Ik vraag u speciale aandacht vanavond voor Mart Visser. Ik had helemaal nergens geld voor. Dat heb ik allemaal van gerecyclede oude jassen van het Waterloopplein. Oude bontjassen die eigenlijk echt je oma droeg. Heb ik allemaal kleine vierkantjes eruit gesneden. En dat werd een soort hele rare, transparante, opengewerkte tuniek. En met witte overhemden eronder heb ik toen mijn eerste show gebouwd. En echt alles aan elkaar geplakt, geknipt, geniet. Je wil niet weten hoe dat ik het heb gedaan. Maar het zag er onstage geweldig uit. Maar het was wel mijn debuut. En een hele goeie. En iedereen wilde altijd weten van, oh Karin, wat een prachtig pak heb je aan. Wie heeft dat voor je gemaakt? En zo begon het. Dus al die vrouwen die kwamen mee. En ook een heleboel dames trouwens van Frans Molenaar. Die begrepen dat ik die shows niet meer deed. En die wilden weten wie dan wel die Mart Visser was met wie ik was mee verhuisd. En zo kwamen er dus ook een heleboel klanten met me mee. Nou ja, dat was natuurlijk compleet tegen het zeerde been bij Frans. Frans haatte mij tot op het bot. Opeens zag hij klanten naar mij toe gaan. Zag hij klanten in werk van mij lopen. En zag hij foto's van mijn shows. En op de eerste rij zaten ook weer klanten van hem. Dat was een brug te ver. Er werd nog net niet met tassen gegooid backstage. Wat ik bewonder in Mart is dat hij waanzinnige energie heeft. Dat hij geen avond is hij thuis. Maar hij moet ook zorgen dat het echt zijn stijl ontwikkelt met een eigen signatuur. Het lijkt nog, vind ik, erg veel op mijn werk. Weet je, I loved him dearly, maar het is ook, het was echt gewoon geen aardige man. We waren echt allemaal prinsesjes op de erten. En als je zo ziet van het jong talent, ja, het is ook hartstikke leuk, daar ben je student voor. En dan denk ik, oh jezus, wie moet het aan? Je had de gevestigde orde van Frank, Frans, Edgar. En daar hoorde ik niet bij, maar ik deed het dus helemaal op mijn eigen wijze. Zij waren ook echt van een andere generatie. Ik was de nieuwe Nederlandse couturier, veel jonger, op mijn eigen manier. En opeens was ik echt compleet klaar voor de next step. Ik wilde die eigen couturesalon. We gaan naar de Beethovenstraat. Dat was eigenlijk mijn allereerste winkel. Heel chic naar Amsterdam, Oud-Zuid. Ik ben toen helemaal verbouwd. En daar heb ik mijn eigen couturesalon van gemaakt. Ja, toen begon het heel serieus en echt te worden. De Beethovenstraat maakte opeens alles serieus. Ik liet het demi-cultuur weg, ik maakte het couture. Ik denk dat vanaf dat moment zijn victorie begon tot grote droevenis van een paar concurrenten. Beethovenstraat 107, dat ben ik gaan huren ergens 95, 96. Ik ben er nooit meer geweest. Het is wel heel grappig om dit te zien. Wauw. Hier stonden twee stoelen en ik had die spiegels, hier hingen mijn rekken. En dat was helemaal open, dat was een heel groot raam naar de tuin toe. Jeetje, zelfs mijn oude lampen nog. Ik wilde natuurlijk een hele doodchique haute couture salon hebben. Dus had ik een Dame du Salon, dat was Ellie, die deed open. Ze was Miss Europa 1964. We deden echt alles samen. De vloeren stofzuigen, de ramen wassen. En zij kende die cultuurcliëntel en ze wist wat haute couture was in Nederland. Tot een van mijn vrienden die zei, ja El, dit kan echt niet hoor. Sta je daar in een couturepakje, sta je in de vrieskou, sta je de ramen te wassen. Ik zei, ja, maar dat kan ook echt niet. Zo vragen wat de glazen wassen kost. Dus nou, het klopt dat het een tientje kostte, dus toen deden we dat maar. En vanuit daar werden we uiteindelijk alleen maar steeds zakelijker, professioneler, echt building the brand. Dat is echt wel daar gebeurd, ja. De Beethovenstraat was ook heel bijzonder, want wij waren de eerste die op afspraak werkte. Ik had ooit begin jaren 80 gezien hoe een Dame du Salon bij Christian Dior in Parijs al die afspraken deed, by appointment only. Toen dacht ik, dat is het enige wat ik wil. Je kan bij mij niet zomaar binnenlopen. Je gaat heel chic bellen met mijn Dame du Salon. En dan maak je een afspraak. Mensen vonden dat raar. Die waren er helemaal niet aan gewend. En dan deed Ellie de deur open en een kop koffie. En die zetten het neer. En daar kwam ik.
met mijn schetsmap onder de arm. En dan ging ik uittekenen wat die mevrouw wilde en dan pakte ik een rol stof. En dan, welkom in de wereld van Mart Visser. En een enkele keer hadden we wel eens dat iemand aanbelde. En ik zei, ja, sorry, we hebben over een uurtje tijd, kunt u even wachten? Maar toen was ik dus, moet ik even denken. Was ik 25, 26 jaar. Oh, een grote bek, joh, niet te geloven. Oh, heb ik wel wat gedurfd, hoor. Dan hebben we helemaal geen afspraken staan. En zei ik tegen Ellie, als ze bellen, moet je zeggen, we kunnen pas over 2 weken. Dus ik belde Ellie op, we kunnen pas over 2 weken. Nou, sommigen begrepen dat wel, maar er waren ook anderen die zeiden, oh, dus wij zijn niet belangrijk genoeg. Nou, dag, meneer Mart Visser. Uiteindelijk wist iedereen, Mart Visser haute couture, nee, maar daar is het zo druk. En daar was het mij om te doen. Het was toen nog niet gewoon. Wij maakten ook mij als persoon reet interessant met z'n allen. Terwijl gewoon we keihard aan het werk waren om die ene jurk af te kunnen krijgen. En uiteindelijk is volgens mij iedereen dat een beetje zo gaan doen. Ons is de beste geklede vrouw van het jaar erin geworden in 1995. Maar wat wil je als couturier nog meer? Het werd maar drukker en drukker. En we gingen maar door. S'avonds naar het concertgebouw en daarna souperen. En daar was nog een feest of een leuke afterparty. Ik vloog van Milaan, New York, Parijs, Londen, overal naartoe. Stoffen inkoop, inspiratie. Het bedrijf liep als geen ander. De couture werd alleen maar groter. Ik ging schoenen doen, tassen doen. Allemaal mezelf. Met een heel klein team om me heen. Die, more power erin. Hey, even kracht erin. En dat was het begin van mijn burn-out. Iedereen is de Côte d'Azur anders. Voor de een is het grote, het glamourachtige. Maar dit hier voor mij, à la campagne, is voor mij het mooiste plekje van de Côte d'Azur. Ons huis. Wij kochten dit huis eind 1998, vorige eeuw, zeg maar. Het huis heeft mij, het is eigenlijk wel een heel wezenlijk onderdeel van mijn leven. Ik ben hier een heerlijke nobody die hier zijn leven heeft. Ik denk als je de rust hier ziet en voelt en ruikt, ja, het is gelijk in een hele andere dimensie waar je terecht bent gekomen. Het is heel anders dan Amsterdam met alle perikelen. Bonjour, je voudrais deux croissants et une tradition. Het is uiteindelijk ook hier in Frankrijk dat die burn-out ook echt toesloeg uiteindelijk. Dus dat gaf dat je eigenlijk jezelf volledig kwijt bent. Heel emotioneel. Je kan geen enkele prikkeling meer aan. Dat je brood bestellen bij de bakker is al te veel. Geen fut. Het was echt gewoon opgebrand. Burn-out. Ik weet wel dat hij toen inderdaad eerder thuis kwam, uitgeblust, sneller, moe. Nou ja, alles wat bij een burn-out hoort. Je krijgt ook een soort angst over je heen. Faalangst, enorm veel vraagtekens bij dingen waar je vroeger intuïtief heel krachtig en sterk in was. En dat is op een gegeven moment allemaal weg. Dus het is weinig erger dan dat als je tegelijkertijd heel veel zakelijke verplichtingen hebt. Want je kunt die rust niet nemen en dat is het probleem, dat je maar doorgaat terwijl je eigenlijk niet kunt. Ik had destijds ook iemand voor mij werken en die heeft in die tussentijd dat ik die burn-out had mijn volledige bedrijf leeggestolen. Inclusief klantenbestand, stoffen, patronen en medewerkers. En zo is iemand voor zichzelf begonnen. Ik vind het niet eens meer nodig om überhaupt die naam ooit nog in mijn mond te nemen, maar daar heb ik heel veel van geleerd. Bonjour. Daarin zie je uiteindelijk dat je dan toch weer terug gaat naar je eigen kracht. Ah, doodgereden of zo. Ja. Zo is het leven, hè? Ik heb denk ik toen niet gedacht om te stoppen. Ik was eerder bang uiteindelijk om te stoppen. Dan denk ik, oh, ga ik nu ergens heen dat ik nooit meer collecties zo kan neerzetten of überhaupt nog kan ontwerpen. Je hebt altijd wel hoogte- en dieptepunten. Daar vecht je je gewoon doorheen. Je moet je angst weer overwinnen. Je moet jezelf een stukje herontdekken. En dat vind ik uiteindelijk het goede, dat je dus daarna wel echt iets hebt overleefd voor jezelf. Dus, hij heeft het vrij snel overwonnen en is vrij snel weer teruggegaan. Wat ik goed aan Mart vind, is dat hij heel gedisciplineerd is. Dus hij weet sindsdien precies wat hij wil. Even wat ik dan kan doen, is teruggaan naar dat wie ik ben.
dat is wat mijn kracht is. En als collecties neerzetten en met een volledige passie iets neerzetten en zeggen, oké, let's go. Dan gaan we weer, dames. Zin in. We gaan starten. Wauw, that brings back memory. Ik heb hier 12 jaar lang getoond in het Hilton in Amsterdam. 2 shows per jaar. Dit waren de shows. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor de voorreactie van Mart Visser. Die shows van Mart waren wel een hoogtepunt. Daar moest iedereen bij zijn. Zou je een feestje willen hebben om zo'n jurk aan te kunnen trekken? Ik vond weer een prachtige show. Ik vind een van onze couturiers die het Parijs appeal heeft. Mart Visser is voor mij een van de meest toonaangevende couturiers van Nederland. Waanzinnig mooi, echt prachtig. Het is de mooiste show. Oh, dat is bijna niet om zelfs maar te benoemen. Iedere keer was het anders en hij heeft ons in al die jaren iedere keer weer verrast. Het kon bijna niet mooier en iedere keer was het daarna toch weer spectaculairder. En iedereen dacht van, wauw, dat hebben we nog nooit gezien. En dat was eigenlijk het begin van de ambitie van Mart om de vrouw steeds mooier te maken. En dat is gelukt. Het was een heel gedeeld feestje. Ik had alle bekende vrouwen uit het zakenleven. Het is jarenlang één groot feest geweest voor Mart, maar ook voor alle gasten. De pers was er natuurlijk altijd. Shownieuws, boulevard, NOS, weet je, noem het op. En dan natuurlijk als de cherry on the cake. Gert-Jan Dreugen, wat altijd het programma was. De modeshows van Mart Visser zijn elk jaar weer een uitgelezen gelegenheid om de vinger aan de pols van de moderne tijd te leggen. Haast iedereen hier vanavond zijn klanten van mij of hebben iets van mij in de kast hangen. En verder is een modeshow net een tenniswedstrijd. De oude show maakte indruk op mij. Het licht was stof. Hij creëerde altijd een enorm spanningsveld. Zoveel mooie stukken van hem voorbij zien komen de afgelopen, nou ja, decennia, kan ik al bijna zeggen. Ik wil graag een jurk voor de live finale van Benelux Extop Londen in november. En die heb ik voorbij zien komen. Ik vind vooral de stoffen waar de beweging in zit, of waar een glinstertje in zit, of iets met, ja, ik noem het maar lange slierten, want dat heeft vast een andere naam. Ik krijg altijd op mijn kop de verkeerde termen gebruikt. Kop was, ik zei ja, een jurk met een open rug. Zei die Daphne, open rug is heel wat anders. Een jurk heeft een blote rug. Sorry. Maar wat ik altijd mooi vind, is dat hij vaak avondjurken maakt. En als je erin loopt, dat het een beetje zo met je meebeweegt. Ik had natuurlijk altijd vooraan zitten. Je had natuurlijk ook hele toestanden van mensen die me echt belden. Ik zit niet op de eerste rij. Ik zit niet op de eerste, dan kom ik niet. Nou ja, wat te doen. Omgooien de boel weer. En weer zorgen dat zo iemand op de eerste rij kwam. Wat ik geweldig vond, was dat op een gegeven moment iedereen eerste rij zat. En dat de modellen dus zich door het publiek heen slingerden.
samen voor Mart is gewoon een hele experience. Het blijft een Martse show. Alleen wat hij op het podium kon toevoegen was een stukje sfeer, een stukje spanning. Net even over je schouder te kijken, maar niet te, maar wel dat het net even die spanning geeft die je nodig hebt. Ik ken jouw lichaam beter dan welke man dan ook. Dat kan alleen Mart zeggen. Soms was het ook wel eens, dan durfde hij het ook wel eens tegen mij te zeggen van ja, maar dit kan gewoon heel goed op jou, hè, door jouw huid. Dan kon hij dat op zo'n manier aan mij verkopen dat ik dacht van oké, als ik de enige ben die het kan hebben, oké, dan doe ik het wel, weet je wel. Oké. Alles wat een beetje open was en bloot, en daar houdt hij gewoon van. Klaar, dat vindt hij gewoon lekker. Lekker. En er zat behoorlijk wat splitten in de kleding, hè? Hoge splitten, ja. Heerlijk. Juist een split, juist zo'n rugdeken op teen. Ja, ja. Dat vind ik nou lekker. En dat is helemaal niet mijn ding. Ik dacht ook altijd, mijn moeder kijkt mee. Ik deed het echt voor hem. Lekker, goed zo. Het is gewoon de power of Mart. Ja, dan doe je het toch. Ja, weet je, en wie hier allemaal niet meeliepen, ook aan bekende vrouwen. Je, Anouk Smulders, Gerry van der Kleij, Quinty Trustvol, Renate. Een hele goede vriendin van mij. Ik heb zelf ook een keer mee mogen lopen in een show van hem. Ja, dat vond ik ontzettend leuk. En dat was een show dat alle mannequins al dat haar naar achter hadden. Dus mensen herkenden mij ook niet meteen. Dus dat was ook wel geestig, vond ik dat. Maar ik was als de dood dat ik zou zwikken of struikelen. Dus ik was blij dat ik het eind haalde en weer terug. Maar ik vond het een eer om te lopen. En het was dan echt een full équipe met een beetje show. 18 modellen, kleedsters, alles daaromheen. Gewoon 85 man die dan zo'n hele show voor je runnen. Dat was echt een gelikte machine. De organisatie was perfect. De goodiebags, de ontvangst. Er was niets op aan te merken. Exceptioneel. Ja, dan ben je trots. Kijk eens wat iemand daar creëert. Ik keek mijn ogen uit dat er ook zoveel mannen aanwezig waren. Crème de la crème, Nederland, 300-400 man in 4 shifts in het Hilton. Die droom die hij had toen we elkaar net leerden kennen, dat die droom is uitgekomen, dat hij in een paar jaar dat voor elkaar had. En dat het alleen maar groter werd en succesvoller. En dat vond ik heel mooi. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. Staande ovatie, komt je broertje aanlopen. Nou, dan ben je zo trots als een pauw. We bouwden wel wat. Dit is wel echt aarden. Het is heerlijk, onze eigen domein. Met helemaal niemand om ons heen. Ja, het maakt allemaal helemaal niet uit. Weet je, dus het is wel echt een gevoel van dit. Open, wijd, adem. Hij is op een gegeven moment gaan schilderen. Hij begon gewoon klein. En als we dan in Frankrijk waren, in een grote garage achter in de tuin. En daar is hij gaan schilderen. In Frankrijk ontstond het hier eigenlijk dat ik ging schilderen, omdat het, ja, weet je hebt hier de rust en het is een beetje zo'n ding. Je hebt allemaal van die dorpen hier in de buurt, waar vroeger Miro, Chagall, Picasso, iedereen zat. Dus het is hier ook heel erg opgezet vanuit een, weet je, veel winkels met kunstenaarsbenodigdheden en dat soort dingen. En ja, het is gewoon begonnen. Hij tekende eigenlijk altijd al, dat is eigenlijk wel grappig. Ik weet niet of die mensen dat weten, maar als kind deden dat al. Dat het totale opposite is van die finesse in de haute couture. Naar dat bijna rauwe wat je in zijn kunst ziet. En toch komt het allemaal uit datzelfde brein. Ja, wat is het? Het is voor mij altijd die vorm van die kop die me altijd mijn leven lang gefascineerd heeft. En waarom weet ik niet. Het zijn vooral geen mensen of iets wat ik ermee bedoel. Ik vind niet alles mooi. Maar ik vind het heel boeiend en ik vind sommige stukken echt heel prachtig. De kop heeft natuurlijk al die gelaatstrekken, maar je gaat altijd zoeken naar daar waar ogen zitten, een neus zit en een mond.
Dat is gewoon onze referentie van een gezicht. Dus welke veeg ik ook maak, welke vorm ik er ook induw, of je gaat altijd zoeken naar dat wat de mimiek en het lijnenspel van een gezicht is zoals eigenlijk iedereen dat kent. Ik weet ook iedere keer weer welk hoofd perfect is. Je ziet mij soms ook bijtekenen. Zie je, daar moet ik nog verder in. Ik kom dan toch weer te kort. Dus uiteindelijk ontstaat er wel die exacte vorm. En dat vind ik wel heel interessant, ook voor mezelf. Ik moet zeggen dat hij in die eerste jaren dat hij daarmee bezig was, dat het me niet zo interesseerde. Ik keek wel, maar ja, hobby, hè? Net zoals het hem niet interesseert welke boeken ik lees. 38 seconden, langer was het niet. Het fragment dat aan zijn leven een dimensie zou toevoegen. Ivonie heeft heel veel voor mij betekend met de tv-show. Die is ook hier komen filmen. En die ontdekte dat atelier ook achter in de tuin. En vond het fantastisch. Nee, maar waarom weten wij dat niet? Waarom weet niemand dat? Direct nadat deze beelden waren uitgezonden, kreeg hij de ene uitnodiging naar de andere. Die uitzending had meer dan 2 miljoen kijkers. En in die week daarna, dat was niet normaal. Er waren meer dan 60 mensen die hadden gebeld en gemaild van, ik wil het graag zien, ik wil het kopen. En zo is die bal gaan rollen. Het is nooit Mart zijn bedoeling geweest. Ik herinner me nog dat je toen zei, ja, dat ga ik niet laten zien. En ik wist eigenlijk niet of ik dat wilde, omdat het... Ik heb altijd getekend, gecreëerd, kleding gemaakt en dat werd al een heel groot ding. Toen heeft een cultuurklant van mij, die had de Amstel Gallery in Miami in New York, die heeft het meegenomen naar Art Southampton. En die had 11 werken. En na 3 dagen had ze er nog 2 over, waren er 9 verkocht. En dat was het gevoel wat ik wilde hebben, want dan wist ik dat het dus ging over dat wat ik creëerde. En het ging niet over mijn naam die onderaan stond in Nederland. En dat vond ik een wezenlijk verschil. Spottenstraat. Ik kocht deze panden hier op de hoek. Gordon zit er nu met Blushing en zijn andere pand. Ik wilde dat grote cultuurhuis. En dat had ik hier. Ik deed de shows in huis, ik had een eigen haute couture atelier. Maar kijk, het enige wat nog over is uit dit hele pand, is dus dit. Ja, kaderboog, er zaten mooie lampjes in. En de roodkoperen deuren, ontworpen door Diederik Dam. En dan zie je dat het wel veranderd is. Het was een komen en gaan van mensen de hele dag door. En nu is het broodjes. Hoe goed voelde je je hier? Ik denk dat dat mijn meest arrogante tijd ever was. Hoe voelt dit voor mij, zomer? Heel veel kleur erin. Ja, dit is gewoon waar ik nu sta en wat ik nu wil maken. Ik zie nog wel eens van die interviews terug uit die tijd en denk ik, oh, jeetje joh, mannetje, hou je mond eens even. Ik heb een van de beste, zo niet het beste cultuuratelier in Nederland, durf ik wel te zeggen. Het moet voor die man of vrouw een feestje zijn dat zij dit pak van mij krijgen en die erop moet eigenlijk trots zijn. En als ik dat heb bereikt als ontwerper, dan is eigenlijk mijn, beter had ik het niet kunnen doen. Ik positioneerde het, weet je, dan hadden we de finale van een show ergens en dan zei mijn regie van, Martje moet nu op. En zei ik, nee, 5 seconden. En dan ging ik op. Dan ging ik alleen maar staan. Ik zo. En dan ging ik weer weg. Leuk die arrogant. Maar dat wel een effect. Want dan merkte je in de zaal van, oh, er is hier ook applaudisseerde staande ovatie. En dan, ja, weet je, we bouwden het op. Op deze plek was ik arrivé. En dat bracht ook heel veel andere reuring op je pad. Grote bedrijfskledingsopdrachten, licenties, mijn eerste confectielijn. Dat gebeurde ook allemaal omdat dit de uitstraling was die wij hadden neergezet voor mijn eigen cultuurhuis. Een mooie introductie kan ik mezelf niet bedenken. Ruim 6000 man en vrouw, prachtig nieuw in het donkerblauw. Mijn naam is Karin Dijksman. Ik vertegenwoordig internationale fashion, design en lifestyle merken. En ik ken Mart inmiddels 30 jaar. Toen mijn cultuurhuis op een gegeven moment echt stond, ben ik verder gaan kijken, hoe kan ik dit wat ik nu doe in cultuur vertalen naar confectie, naar bedrijfskleding, zoiets heet een licentie. Beachwear, kinderkleding, schoenen,
riemen, zonnebrillen, tassen, hoeden. Name it and I've done it. En nu ben ik ook bijvoorbeeld heel groot in sieraden. We maken een hele interior line. Mijn carpetten is een hele grote. Ik hou ontzettend van een mooie touch. Gordijnen, transparant is helemaal een grote geworden. Wat ik het meest interessante vond is bedrijfskleding. Omdat met kleding kun je natuurlijk het personeel een heel versterkend gevoel geven van dat wie jij bent als brand. Ik liep toevallig van de week op Schiphol op reis. En dan zie ik de dames van de KLM in mijn bedrijfskleding. Ik zie een beveiligingsbedrijf erin lopen. De douane heb ik helemaal gedaan. Je ziet je werk door de jaren heen terug. Heerlijk gevoel. Zichtbaarheid, herkenbaarheid en bovenal traditie. Bij licenties is het echt lastig, want je hebt te maken met een licentiehouder waar allerlei beperkingen zijn. Met de KLM bijvoorbeeld, de stoffen moeten ademen, het moet soepel vallen. Er zijn allerlei richtlijnen. Gaat het over comfort, dat het 5 dagen per week gedragen moet worden? Probeer dan nog maar eens je handtekening goed neer te zetten. En dat is erg goed gelukt. Dat is echt vakwerk. Wat ik natuurlijk nooit had kunnen verwachten, was dat mijn allersuccesvolste licentie ook uiteindelijk mijn grootste drama zou worden. Bekijk de hele collectie voorjaarsjassen van Mart Visser en bestel jouw jas nu op vd.nl of kom naar V&D. Bij een klein in New York had ik geleerd dat jassen een heel makkelijk iets waren. Want voor een jas hoef je niet naar een paskamer. Je staat naast het rek, in de winkel doe je het aan en dan denk je, die neem ik mee. Toen hebben we een collectie gemaakt van 14 jassen. Mart Visser, The Coat Collection, Limited Edition voor V&D. De hele modemerspoggen die had zoiets van V&D, dat kan je toch niet doen als couturier, noem maar op. Ja, die collectie die ging als een tierenlier, het werd echt gigantisch verkocht. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. En wij hadden dit ook nog nooit meegemaakt. Kom snel kijken bij V&D. Toen dit zo'n groot succes werd, hebben we ook direct gezegd, weet je, we maken niet alleen een collectie jassen, we gaan ook gewoon de hele collectie voor je neerzetten. Dus ik kreeg in al die 60 winkels mijn eigen shop in shops. En natuurlijk, en dat was voor ons interessant, het online verhaal van V&D erbij. Bekijk de collectie op vd.nl. Uiteindelijk stond er een heel mooi artikel in de Telegraaf. Mart Visser trekt V&D uit de rode cijfers. Kijk, daar wil ik blijven. De nieuwe Mart Visser Collection. Exclusief bij V&D. De laatste maanden voelde ik bij V&D dat het rommelde aan alle kanten. Ik had een grote onbetaalde rekening liggen. En ik voelde aan mijn water, er is iets niet goed. Toen kwam de donderslag bij heldere hemel. Kerstavond, surseance van betaling. Oudejaarsdag. Het doek voor Vroom en Dreesman is gevallen. De winkels, maar ook de restaurants van Laplace zijn failliet. Het deed in die tijd met mij uiteindelijk ook echt wel wat. Los van dat ik tonnen nog kreeg van V&D. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Het V&D deed bakel. Het geld heb ik natuurlijk nooit gekregen. En toen dacht ik kan maar één ding doen. Het online was zo groot bij V&D, die klant gaat mij zo meteen zoeken. Het is een debakel geworden omdat V&D failliet is geweest. Maar eigenlijk is dat de beste marketing tool geweest voor het merk Mart Visser. Binnen 9 weken heb ik ongeveer 65% kunnen terugkopen van mijn eigen werk wat voor V&D geproduceerd werd. Allemaal uit mijn eigen middelen. Ik heb een team geformeerd van de groep waarmee ik al werkte binnen V&D. 9 weken later stonden wij online en die allereerste dag was onze allerbeste dag online voor de eerste 2 jaar. En nu hebben we een goed lopend retailbedrijf waar we prachtige collecties neerzetten, zowel online als bij de winkeliers in Nederland. Dus voor mezelf beginnen met een heel grote online shop is uiteindelijk mijn beste stap ooit. Dus iets wat negatief was en failliet, heeft me uiteindelijk gebracht naar daar waar ik nu sta. Ja, debakel, het moest zo zijn. Het mooie is van weer helemaal je eigen collectie doen, is dat het mij maar om één ding gaat. Wat is nou mijn handschrift voor het label martvisser.nl? Grafisch, heldere kleuren, bijzondere details. En dat heeft uiteindelijk de prêt-à-porter, mijn confectielijn, zo gemaakt voor dat wat het nu is met martvisser.nl. En dat heb ik door de hele collectie heen doorgevoerd. Welkom hier. Mijn headquarters in Amsterdam. Ik zit hier inmiddels 5 à 6 jaar. En ik heb eigenlijk alles nu bij elkaar. De shows, mijn haute couture, mijn ready-to-wear confectie. Mijn artwork zit er. Ik gebruik het als gallery. Ik gebruik het voor fotoshoots. Ik heb het hele plaatje compleet. Kom maar mee.
is uiteindelijk compleet mijn eigen theater carré, zeg maar. Dan kunnen die gewoon, als we dan shows hier hebben, 400 mensen in die grote arena zitten, de modellen van de trappen af. Dat het hele verhaal klopte zoals ik dat vroeger in het Hilton Hotel deed. Heb ik dus nu op mijn eigen locatie. Voor mij was het als ontwerper altijd belangrijk dat dat wat ik ontwierp als couturier, hoe maak ik daar nou een vertaling van voor de confectie? En ik denk dat we daarin heel goed geslaagd zijn. Er zitten nog steeds heel veel couturedetails in. Caro, je moet hem wel laten dat je de feeling hebt. En nu maak ik er getailleerde blouse van. Ik heb al sinds 2003 de vertaling gemaakt van mijn couture naar mijn confectielijn. Ik wil hem naar mode toe hebben. En iedere keer zitten we te kijken of die sets dan kloppen. En die sets interesseren me niet meer. En langzamerhand is dat couture natuurlijk een heel klein verhaal geworden binnen mijn bedrijf. En is mijn confectie een heel groot verhaal geworden binnen mijn bedrijf. Dus hoe mooi kan dit organisch zijn? En dat is eigenlijk hier in dit pand, ja, helemaal tot het grote geworden van dat wat het nu is. Wat ik ooit had kunnen bedenken om met Mart samen te gaan werken. Nee. Mart is natuurlijk enorm creatief en ik ben de zakelijke kant. En ik denk dat die chemie elkaar precies aanvult. Ja, met de start. Ja, er gebeuren hier op de zaak wel 20 dingen op een dag of 20 ideeën. En die wilde hij eigenlijk allemaal uitgevoerd hebben. Nou, dan gaan we daar eerst maar eens weghalen. Maar Mart staat altijd aan. Mart, wat is dit? Wat ben je aan het doen? De demolition of de haute couture. Dat is gewoon allemaal in de verf, op al die lampen. Persapparaten kunnen echt de machines. Ik hou twee goede machines en het persapparaat. Ik ga de ruimte opofferen voor mijn online, want dat groeit alleen maar door. En op zich, dan moet dat er gewoon mee. Ik moet eigenlijk gewoon gaan opruimen. Deze komt uit de kelder van Frans Molenaar. Al mijn eerste collecties. Natuurlijk deze pop gemaakt. Ja, weet je, Frans Molenaar heeft hierop gecreëerd. Ik heb hierop gewerkt. Dit is 60 jaar oud cultuur. Misschien moet ik hem maar aan een museum schenken. Door deze nieuwe tijd waar we in zitten, is cultuur nog maar een heel klein onderdeel van mijn bedrijf geworden. In mijn toptijd had ik gewoon 30, 40 mensen die continu in eigen ateliers, mijn eigen team, overal aan het werk waren met allemaal eigen specialisaties. Maar ik denk dat sinds we zoveel stretchmaterialen hebben gekregen de afgelopen 10, 12 jaar, het echte maatwerk voor oud cultuur helemaal niet meer nodig is. Dus haute couture is gestorven, wat jou betreft? Haute couture is gestorven? Nee, dat sterft nooit. Ik denk dat er altijd een opening blijft voor maatwerk. Voor de grote huwelijken, de bar mitzwa's, allerlei festiviteiten. Maar het is, dat tijdperk is wel grotendeels voorbij, ja. Het is lekker leeg hier. Het doet het pijn. Het heeft wel even tijd nodig gehad om voor mezelf die beslissing te kunnen maken van dit ga ik zo niet meer doen zoals ik daarmee bezig was. Ik heb dit losgelaten en met het hele grote online platform, mijn kunst, alle andere activiteiten is het bedrijf ook getransformeerd naar iets anders. En dan moet je soms dus dit opruimen en laten. Wel te denken. Wat was hij geworden als hij geen ontwerper zou zijn geweest? Ja, ik denk sowieso iets sociaals. Ik denk toch dat hij iets met stoffen had gedaan. Want hij kan erg goed met mensen omgaan. Dus misschien wel barkeeper. Als etaleur. Bakker. Stripper. Mart hield ook van dansen. Iets waarbij hij om de zoveel tijd van een trap af kan komen. Psychiater misschien wel. Nee, moeilijk hoor. Iets creatiefs. Dan is hij kunstenaar geworden. Kunstenaar. Dan was hij kunstenaar geworden. Hij zou, denk ik, hoe dat ook, zijn gaan creëren. Over links of over rechts, boven of onder. Mart zal altijd creëren.
is mijn, mijn schildersatelier. Hier maak ik mijn sculpturen, schilderijen. Het zit echt 100 meter bij mijn headquarters vandaan, dus dat is zalig. Ik werk hier eindeloos door. Soms ligt hier wel een schilderij een half jaar op deze tafel. Iedere keer gaat er weer een laag overheen, weer een laag. Weet je, dit is echt mijn... ik heb hier geen agenda. Dus ik kan hier naartoe gaan wanneer ik wil. Of dat Mart genoeg tijd neemt om te genieten. Hij geniet als hij creëert. Dit is de stilte en de rust die ik nodig heb om echt onbewust zo diep te kunnen gaan, om dan dit te kunnen maken. Dus het is eigenlijk in alle gekte, is dit het ware rustpunt voor mij. Als hij Mart aan het creëren is, dan heeft hij ook rust en dan kan hij eigenlijk alles aan. Ik heb dit inmiddels al 10 jaar en hier is toch het grootste gedeelte van mijn schilderijen en sculpturen zijn hier ontstaan. En ik ben hier uitgenodigd door Museum Beelden aan Zee voor een grote solo-expositie, ruim 3 maanden lang. Dus daar ben ik heel trots op. Het is nu een uur of 4:15. En over 3 uur is mijn opening. Is deze beschadigd? Oh, is het niet van, weet je wel? Dat is het kloten van vervoer. Doodzonde. Het zijn er 2 die echt gewoon heel drastisch gerepareerd moeten worden. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar ja, dit moet ook gebeuren. Wat vind jij nou spannender? Dit? Of een couture-show? Ik vind de spanning, de thrill van weer zo'n show neerzetten en als een presentatie vind ik heerlijk. Maar ik denk dat ik dat ook te vaak heb gedaan. Ik denk dat ik het interessanter vind voor mezelf om te kunnen ontwrichten met artwork dan in 1 keer te kunnen verrassen met 28 minuten show die eindigt in de bruid. Het is een genoegen om u hier vandaag te mogen verwelkomen. En de eerste grote solo-tentoonstelling van Mart Visser. Elke keer dat er een evenement is, of het nou een couture-show is of een opening, is hij gespannen. De kunstenaar Mart Visser komt niet zo vaak tevoorschijn uit zijn atelier. Niet zo vaak als dat de modeman dat heeft gedaan. Het is daarom bijzonder en tegelijkertijd risicovol dat Mart Visser zich hier in het museum van zijn sculptuurkant laat zien. Oh ja. Tot in detail is hij in de regie. Dan is hij totaal gefocust op wat hij moet doen die dag. Daar mag geen stapje misgaan. Ik denk dat er een intuïtief vermogen is van iedereen. En daarnaast is er iets groters. Dat is een soort halo, zeg maar. Dat is dat veel grotere ding waar je alles in hebt opgeslagen, waarop je intuïtie kunt vertrouwen. Dus op het moment dat je intuïtie kan laten gaan, ontstaat dat stuk. En dat staat hierachter. Dames en heren, gaat u gaan. Welkom in mijn wereld. Ik ben Marcel Wolterink. Ik hou me bezig met schoonheid in de breedste zin. Ik denk dat ik niemand ontmoet heb in mijn leven in de zoektocht. Ik heb veel in Parijs en in Amerika, maar ook in Engeland en zo, bij galeries en zo gekeken. Deze techniek, deze realisaties van deze werken, die ben ik nooit eerder tegengekomen. Wat lief dat je ook gekomen bent, schat. Dankjewel. Zo mooi. Hij valt nergens te plaatsen. En als je dat kunt als kunstenaar, vind ik, dan ben je echt heel sterk. Gefeliciteerd. Goed je te zien. Hey, leuk je weer te zien. Dat zei prachtig zo. Ik vind de beelden die hij maakt, ik vind het schilderen wat hij doet. Overal houdt hij vast aan de lijn die hij zelf uitgezet heeft. En dat vind ik heel knap. Niet dat je gekomen bent. Nou, maar wat geweldig dat ik mocht komen. Wat is het mooi, Mart. Hoe gewoon hij ook aan de ene kant is, zo gewoon is hij eigenlijk helemaal niet. Hij ziet enorm veel mogelijkheden daar waar anderen zouden zeggen van nou,
doe dat maar niet. En alles heeft gewoon een bepaalde klasse, een bepaalde elo. Hij is gewoon een duizendpoot, een alleskunst. Ik wist niet dat ook niet dat mijn werk eigenlijk zo transparant was of zo. Zeven is niet voldoende. Hij moet altijd een 10 hebben. Even contact houden, ik zal al niet vragen. Jou. Leuk, inspirerend die Joodse muziek. Nee joh, is Turks. Hij maakt het niet voor mensen. Hij maakt het voor zichzelf. Hij maakt het omdat hij zijn ei kwijt kan, misschien zijn frustratie. Daarom maakt hij het. En wat mensen ervan vinden, zal een worst weten. Ik denk dat ik het verhaal het belangrijkste vond om te kunnen vertellen. En wat mensen er dan uiteindelijk van vinden, dat is oké. Niet normaal. Echt heel mooi. Hey. Trots op jou. Echt trots op jou. Mensen onder de indruk vond ik mooi, is dat. Mensen die hele specifieke dingen gezien hebben. Het mooiste vind ik de eenvoud die je zoekt. Die je vindt soms. Ja. Mooi. Ja. Hoe moet je mij nog even laten bezinken? Ik vind het interessant. En je kan heel veel voor je zien in leer. Al deze mensen die hier speciaal voor jou zijn gekomen. Wat doet dat met je? Heel anders dan met de show, zeg maar. Dit is veel meer... Het is net of dit echter is. Dat is wat het is. Goed gedaan, Jochie. Hey, schat. Blij mee? Oh, heel erg mooi. Ja, blij mee. Jij blij mee. Ja, heel erg. Het lijkt wel alsof hij nooit stopt met denken en ontwikkelen. Hij is ontzettend bezig met de toekomst en verbeteren en professioneler worden. Goed te zien, joh. Geweldig. We gaan nog wel modeshows van je zien, toch? We gaan ook een modeshow zien. Maar niet meer. Denk het niet meer. Nee. Dit is een kijkje in mijn ziel. Ik denk dat je me niet naakter kunt krijgen met dit werk. Dus ja, dat heeft iets engs. Dat is weer heel anders dan mode. Maar het is nog lang niet aan het eind van nieuwe wegen te vinden. Hij moet iets creëren. Maar het kan niet zonder creëren. Maar what's next? Wat gaat hij doen? Ik denk... Wat kunst betreft, nou, buitenland. Maar daar doet hij het niet voor, hè? Hij doet het voor zichzelf. Het is alleen maar leuk op het moment dat je naar Amerika kunt vliegen en je bent op Art Miami en je loopt langs een stand en daar hangt Mart Visser. Dat is prachtig. Dit is toch een iets ander verhaal dan... Haute couture en mooie lappen zijde voor een klant houden. Dit ligt het dichtst bij mij. Uiteindelijk van alles.